De begroting van Venlo staat nog steeds onder druk. Gelukkig is er nu wat ruimte om te investeren. Zo gaan we de Venlose basisscholen stevig opknappen. De komende 3 jaar worden maar liefst 9 basisscholen verdeeld over de hele gemeente gerenoveerd. Wij zorgen dat onze kinderen les krijgen in moderne gebouwen. Gebouwen waarin ze optimaal kunnen functioneren. Samen met de schoolbesturen maken we de schoolgebouwen energiezuinig en klaar voor de toekomst. Kinderen zullen zich er thuis voelen. Al met al een hele positieve ontwikkeling. Daar ben ik trots op. In 2 jaar tijd heeft Venlo de zorgkosten weten om te buigen. In een stevig pakket aan maatregelen hebben we de financiën nu onder controle. In Venlo kreeg en krijgt iedereen de ondersteuning die nodig is. Nu zetten we een volgende stap. We gaan de mensen in de wijkteams zelf in dienst nemen. Hiermee volgen we het landelijk advies van het Centraal Planbureau. We maken de toegang tot zorg en ondersteuning meer objectief en onafhankelijk. Ik ben overtuigd dat we met deze stap de kwaliteit van onze zorg naar een hoger plan tillen. En dat is goed nieuws voor iedereen.